Hallo lieve stieren, welkom bij Reading voor jullie. Ik heb ontzettend mooie kaarten voor jullie uitgezocht en ik heb mijn dierbare uilenveren op de kaarten. Zo tussen de readings in, dat ze een beetje, extra liefde krijgen. Dat zal jullie ongetwijfeld aanspreken. Ik trek 8 kaarten met de tarot van het goede. 4 voor de maand juli en 4 clarifiers. 1, 2, 3, 4. En de verduidelijking eronder. Ik trek 2 oracle dierkaarten. Ik zal onder het filmpje alles erop schrijven van wie wat is en zo. Hè? Anders wordt het een hele telcel. Ik trek een Angel Love Card. Trek ik de Inner Love Card, kompas, trek ik dan even aan het einde voor je. Zo, en ik wilde nog een stenen kaart voor je trekken. Prachtig zijn die. En een elfje. Een hele zachte, mooie kaart. Zal ik met de elfkaart beginnen? Dat is misschien wel heel erg mooi. Goals. Doelen. Ze rijst op een blad. Met haar neus de lucht in. En ze laat zich bijna door het leven er naartoe vervoeren. Het zou mooi zijn als je die metafoor kan voelen in je systeem. Dat je er minder hard voor hoeft te knokken, zeg maar. Oké, wat heb ik voor mijn lieve stieren? Clarifiers meteen open. De eerste week, de 9 van lucht. En het vraagt je om op een hele andere manier te gaan kijken naar je leven, je manier van denken. En dat is eigenlijk ook wat de clarifier is in zijn eigen element. Is ook de boodschapper van lucht. Oké, hoe heb je dat nou altijd gedaan tot nu toe? En hoe zou je het eigenlijk willen doen? En voor mij, wat ik heel erg voor jullie voel, is dat het met veel meer lichtheid mag. Veel meer synchroniciteit. Dat je eigenlijk je veel meer, net als dat elfje, dat je veel meer laat dragen. Jullie zijn echt de stoomwalsen, zeg maar. Het duurt lang voordat er prik op zit. Maar als er prik op zit, dan zijn jullie onverplaatsbaar in de commitment. Een afspraak is een afspraak. De 5 van water. Het kan zijn dat je jezelf gaat beoordelen. Dat je zegt van ik wil mezelf weer terugvinden. Ik wil terug naar wat was. En ik zeg tegen je, lieve schat, wat geweest is gaat nooit meer terugkomen. Zeker na deze pandemie. Het mag allemaal anders. Het moet allemaal anders. En jij, met de clarifier, en dit is je eigen element, de keizerin, de voorspoed, van Venus af, in zachtheid en liefde. Ga jezelf zien voor de persoon wie je bent. Enorm waardevol, enorm zacht. Jij begrijpt wat koesteren is. En het zou zo mooi zijn, want ik zie dat allemaal vanuit je systeem gaan, weg van je gaan. En ik zeg nee, het is de bedoeling dat je het aan jezelf geeft. Ik wil even de steen meteen erbij halen. Angeliet, spirituele of religieuze verbondenheid. Sluit je voor vriendschap en meer spirituele groei aan bij gelijkgestemden. Angeliet. En je kan er even googelen. Voor mij zet je een afbeelding van een Angeliet op je telefoon. Het is duidelijk natuurlijk een engelensteen. Of je gaat gewoon naar een mooie winkel toe. Of je koopt het online. Zorg dat je jezelf koestert. Angeliet. De 5 van vuur. Dus let op, je hebt 2, 5 kaarten. En die 5 kaarten zeggen altijd van oké, ik ben een beetje aan het stoeien met jezelf. 5 van vuur en de 10 van lucht. En die zegt eigenlijk, kijk, en jullie zijn ook dat eigenwijs. En dat brengt je natuurlijk enorm ver. Maar hier had je al de 9 van lucht. En hier is de clarifier 10 van lucht. Ja, dan kan je zeggen van Mabel, ik vind het hartstikke leuk die tarotkaarten en je haar zit ook leuk. Maar ik doe toch mijn eigen zin. En dan zeg ik in die 3e week krijg je weer het leven dat aan je vraagt. Laat het oude nou los. Laat het oude nou los. Doe het lichter. Maak er geen gevecht. Maak er geen gevecht van. Ga mee in de flow. Zal ik je eerste dierenkaart trekken? De leeuw. Wees edelmoedig. Mooi, hè? Hier zie je ook, hij heeft enorm veel power. Maar hij doet het ook zacht. Hij werkt mee met de getij. En dat wil ik eigenlijk ook voor jullie, lieve schatten. In die 4e week, de 6 van lucht, betekent die innerlijke reis. Je gaat het anders doen. En hier kom je als clarifier, dus als verduidelijking met de schildkaap van aarde. Zo van, oké, je bent bereid om met de ogen van een leerling opnieuw te kijken. En dat is zo'n mooie positie. Ik doe nu een astrologie-cursus bij Karin Hamaker Zondag. Ik zal het misschien wel anders uitspreken. En het is zo ontzettend leuk om weer te leren en met je notitieblokje en allemaal mooie aantekeningen te maken. En dat is eigenlijk wat ik voor jullie wil. Zo van oké, ga weer met je emmertje en je schepje in de zandbak en maak je eigen luchtkastelen. Droom eerst, lieve schat, want dan is het veel makkelijker te creëren daarna. De dragonfly. Licht. Magie. Het mag wat speelser. Dat is echt heel erg belangrijk. Oké. Practice compassion. See things from a fresh perspective. Kijk, en dan zit ze te kijken naar een heel mooi vogeltje. Ik zou zeggen een koolmeisje. Dat is deze ook. Echt opnieuw jezelf uitvinden. Het begint al die eerste week van jullie. Het mag anders. En dan ga je jezelf zitten te beoordelen in die 2e week. En gelukkig kom je dan tot de conclusie. Wauw. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom bezit ik. De enige wat ik zie in de maand juli, wat er bij jullie doorheen komt, is de zelfkritiek. Die zo scherp is. Zo van haast een beetje af en toe verdrietig. Zo van, ja, maar ik doe toch zo mijn best. En ik zeg, ja, en dat is nou juist je valkuil. Verantwoordelijkheid. Ik ga hem even voor jullie lezen. Een stukje. 1. Dit is het moment om te onderzoeken of je bereid bent om jouw waarheid onder ogen te komen en je verantwoordelijkheden te pakken. Soms ben je zo gefocust op een ander dat je nauwelijks meer in staat bent om te zien wat jouw aandeel is. Deze kaart spoort je aan om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen doelen en daden en voor jouw rol in de relatie. Het is misschien verleidelijk, maar volstrekt overbodig om de verantwoording of schuld bij een ander neer te leggen. Zo heeft het ook geen zin om verwachtingen te hebben van iemand anders. Zelfs andermans reactie op jouw woorden of daden staat in feite los van jou. Hoe iemand reageert is aan diegene. Dat hoef je niet persoonlijk op te vatten. Besef dat de ander losstaat van het gevoel dat jij aan jezelf toebedeelt. Het is jouw verantwoordelijkheid om aan jezelf te werken. Dat kan een ander helaas niet voor je doen. In een relatie is het desalniettemin aan beide partijen om te communiceren. Met een open geest en een liefdevol hart kun je altijd aankaarten wat er in je omgaat. Maar je dient zelf verantwoording te dragen voor je eigen geluk. Nou, en dat is eigenlijk deze hele reading. Misschien zit je wel in een relatie dat jij de kostwinner bent en dat je je totaal verantwoordelijk voelt. Maar dat het een te zware last is om te dragen. Of misschien zeg je wel van ja, ik ben niet echt zichtbaar in de relatie. En ik kan het bijna niet meer volhouden, zoveel verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat je de zorg en de zachtheid en de koestering die je zo veel en vaak aan anderen geeft, dat je gaat leren in jullie, oké, ik mag die toekomst helemaal opnieuw vormgeven. Ik mag mijn hart, ik mag mijn ziel, ik mag het leven helemaal kneden zoals ik wil. En ik hoef niet op die plek te blijven staan waarin ik zeg maar een steen op mijn rug de berg oprol. En als je zegt van ja, ik vind het heel erg moeilijk om dat aan te kaarten bij mijn partner. Nou, laat dan dit filmpje zien en dan wil ik eigenlijk tegen je partner zeggen of tegen, misschien doe je het wel voor je kinderen of misschien doe je het wel voor je collega. Bekijk samen eens hoe je het opnieuw kan indelen. Want we zijn allemaal één en we mogen voor elkaar het beste willen en wensen en doen. En laten we de lasten en de lusten verdelen, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Nou, ik hoop dat je dit een fijne reading vond. En als je zegt van nou, ik ben heel enthousiast, word lid van mijn YouTube channel of stuur hem door naar een andere stier. En misschien zie ik je wel eens in mijn praktijk in het echt. Met al mijn liefde.